Dit is het gemeentehuis in mijn dorp en niet iedereen is daar weg van, maar ik vind het op zich wel een aardig gebouw. Alleen je ziet het probleem wat we hebben met deze foto. Deze foto is gemaakt op 17 mm en omdat ik de camera een klein stukje naar boven richt, gaat het gebouw nogal schuin staan. Dat heb je met groothoek en je ziet bijvoorbeeld in de lantaarnpaal rechts hoe schuin het staat. Ook dat kun je rechtzetten in camera raw en dat doe je hierboven bij dit knopje. Je krijgt dan het volgende menu aan de rechterkant. En daar zie je een aantal gereedschappen staan. Ik loop ze even heel snel met je door. Je hebt het verticale trapezium gedeelte. Waarmee je een klein beetje kunt kantelen. En je ziet dat hij zo al vrij aardig recht staat. En ga je de andere kant uit, dan wordt hij alleen nog maar platter. Nou, je hebt ook een horizontaal trapezium. Je kunt de foto een klein beetje tegen de klok indraaien of met de klok mee. De verhoudingen om hem breder te maken. Of om hem juist smaller te maken, je kunt hem groter maken, kleiner maken en naar links en rechts verschuiven. En ook naar beneden en naar boven. Nou, dat is op zich heel simpel. Uh, gebruik dat wanneer je er zin in hebt. Maar dat is niet de manier waarop we het gebouw recht gaan zetten. Dat doen we eigenlijk hierboven met Upright. Geen idee waarom het Upright heet. Uh, we hebben camera op Nederlands ingesteld staan en toch blijft het Upright heten. Het zij zo. Je hebt daar een aantal opties. En die opties, uh, nee, die ga ik niet met je doornemen. Heel sumier dan. De A van automatisch. Dan heb je uh, de verticale vlakverdeling, de horizontale vlakverdeling. Of een mix daarvan. En daarnaast staat het tool waar het om gaat. Dat is de tool waarmee we het handmatig doen. Als je daarop klikt, dan kun je in principe gewoon twee lijnen neerzetten. En ik trek er gewoon eentje. En ik trek er nog eentje. Geen idee of het iets wordt. En Photoshop gaat ermee aan de slag. En zet mijn gebouw vrij aardig recht neer. Ik vind de linkerkant op zich wel goed. De rechts ben ik niet helemaal tevreden. Het loopt een klein beetje naar binnen. En ik kan gewoon een bolletje oppakken. En het een klein beetje verplaatsen. Totdat het beter staat wat ik wil. Nou, dit is op zich goed. Uh, alleen je ziet dat ik links en rechts onder natuurlijk de correcties heb. En dat worden lege vlakken. Dus ik zou nou bijvoorbeeld nog met uh, de schaal het gebouw wat groter kunnen maken. En omdat je hem recht gaat zetten, wordt hij eigenlijk een klein beetje lager. Ik maak hem ook een, een stukje hoger op deze manier. En zo heb ik in een handomdraai een gecorrigeerd gebouw. Is camera Raw nou het filter waarin je dat toe moet gaan passen? Nee, ik, ben, ik vind eerlijk gezegd van niet. Ik vind dat je gewoon het gebouw scheef moet laten staan. En het moet openen in Photoshop en het daarna moet corrigeren. En waarom? Omdat je dan eigenlijk gewoon meer controle hebt. Want wat ga je nou doen? We hebben daar straks de foto groter gemaakt. We hebben de schaal naar 126 gezet. Ik zet hem nog even terug op 100. Dit zijn mijn originele 36 megapixels van de camera. Ga ik hem groter maken? Op 126 waar die stond, dan uh, ga ik de pixels uittrekken. En waarin is Photoshop nou net niet goed, of waarin is software eigenlijk nou net niet goed, dat is het bijverzinnen van pixels. Dus eigenlijk is kleiner maken, of gewoon 100 houden, zoals die stond. En bijvoorbeeld uitsnijden in een mooie 3-2-verhouding. Dit is eigenlijk gewoon veel beter. Ja, dit zijn geen 36 megapixels meer. Dit zijn er dadelijk 21. Maar dit zijn wel 21 kwalitatief betere megapixels dan de oorspronkelijke 36. Dus ga niet opblazen. Hou het gewoon lekker klein. Wil je weten hoe je het moet corrigeren in Photoshop? Klik dan even bovenin op het linkje. En dan ga je naar dat filmpje. Tot de volgende keer. Doei doei.